Ludmila, jij bent de dirigent van het Donkerzak-ensemble. Ludmila Romanova. Romanova. Waar ben jij geboren? Ik ben geboren in Sankt-Petersburg. Dat doe ik. Oké. Okay. En Arkady Gankin. Jij bent de tweede dirigent? Ik ben geboren in Wit-Rusland. Aha. En jij speelt op de? Bajan. Wat is dat voor een instrument? Het is een Russische soort accordeon. Oké. Okay. Alleen ietsje andere klank, okay. Meer vollere. Vollere klank. En dan hebben we ook nog Natalia. Natalia Shevchenko. Zeg ik dat goed? Yes, Shevchenko. Wil jij vragen waar ze geboren is? Sankt-Petersburg. Aha. Zij is geboren in Sankt-Petersburg. Bedankt voor het vertalen, want ik spreek geen Russisch. En hoeveel leden heeft het Donkerzak-ensemble nu? Op dit moment zitten we aan 23 mensen. En we hopen naar de 24 te kunnen. Dan hebben we 6 stemmen per stemsoort. En welke stemmen hebben jullie het meest behoefte aan? Eerste en tweede tenoren. Dat is het meest belangrijke nu. Bedankt voor je interview. Graag gedaan. En we gaan weer verder met onze zang in dit prachtige kerkgebouw. Dankjewel. Dankjewel.